Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Bram Schoordijk. Ik ben werkzaam vanaf 1 maart voor Skykick in de Benelux. Ik ben verantwoordelijk voor de Benelux ook. Eigenlijk begin ik normaal gesproken allereerst altijd om te vragen van, goh, is iemand al bekend met Skykick? Waar kennen jullie ons van? Dus ik weet niet of iemand ook dat wil gaan vertellen. Daar ben ik wel benieuwd naar, om het level te meten van de luisteraars. Oké, allereerst begin ik deze presentatie om kort iets te vertellen over wie en wat Skykick is. Waarom wij bestaan, hoe lang we bestaan, et cetera. Vervolgens zal ik wat gaan vertellen over onze drie producten die we hebben. Met name ga ik focussen op twee daarvan, namelijk de migratie en de backup. En uiteindelijk eindigen we deze presentatie of deze webinar met een demo van beide producten. Nogmaals, mocht jullie vragen hebben, dan horen wij die graag. Nou, allereerst, wie zijn we? Skykick is 5 jaar geleden begonnen in Seattle, opgericht door 2 oud-Microsoft werknemers. Die zagen namelijk dat Microsoft volledig de cloud weg had ingeslagen, dan wel met Office 365 en vervolgens ook met Azure. Op het moment dat Microsoft iedereen naar Office 365 wil hebben, ja, dan zul je toch moeten gaan migreren. En men zag dat er op dat moment weinig tot geen goede migratiesoftware technologie beschikbaar was. Dus toen hadden zij zoiets van, dat gaan we zelf doen. Nou, dat zijn ze ook vervolgens mee begonnen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het Skykick waar we nu 5 jaar later staan. We bieden namelijk migratiesoftware aan, wat volledig geautomatiseerd is. En daarnaast natuurlijk ook onze backup. Het backup gebeurt allemaal op Azure. Dan kan de partner, dan wel de klant, kan zelf kiezen of ze dat op hun eigen Azure-account willen opslaan. Of dat gebeurt op het Skykick-account, waarover later meer. Daarnaast zijn wij 100% partner. En dat is wel echt een uitzonderlijk iets, denk ik, bij een vendor tegenwoordig. Wij doen geen zaken met de eindklant. Dat is volledig aan jullie. Het zijn jullie klanten, niet die van ons. Jullie als partner zijn onze klanten uiteindelijk. Dat betekent dus ook qua prijzing bijvoorbeeld, dat die alleen bekend wordt gemaakt aan jullie, aan onze partners. En jullie mogen zelf bepalen wat jullie doorfactureren aan jullie klanten. Uiteraard kunnen wij daar wel advies in geven, kunnen we hem helpen, daarover ook later meer. De producten, zoals ik net al verteld, dat zijn migratie en backup op dit moment. Uiteindelijk hebben we ook nog een derde product, dat is Manager, Cloud Manager. Dat is een soort portal waar vervolgens een diensten als een Dropbox, als een Salesforce, als een Skykick, allemaal vanuit één portal gemanaged kunnen worden. Dat is wel toekomstmuziek. Hij bestaat al wel, maar het is echt in alpha ontwikkeling. Dus nogmaals, ik zou vooral willen focussen op backup en migratie. En uiteindelijk willen we natuurlijk dat onze partners zo succesvol mogelijk zijn in de cloud. Nou, dat is in het kort even wie Skykick is. Daarnaast, ik gaf het net al aan, we zijn 5 jaar bezig. We zijn begonnen in Seattle. Ondertussen hebben we vorige maand ons kantoor geopend in Centrum Amsterdam. Zitten we nu met z'n drieën in totaal. Daarnaast hebben we nog mensen in Londen zitten, in Tokio en ook in Sydney. Dus uiteindelijk kunnen we al onze klanten, al onze partners bedienen wereldwijd. Dat is erg prettig. Maar dat betekent dus ook dat er nog enorm veel potentie zit. En nogmaals, we hebben net een kantoor geopend in Amsterdam waar we ook op dit moment mensen aan het aannemen zijn. Dus daar willen we ook echt aantonen dat we echt ambitieuze groeiplannen hebben. Daarnaast, deze slide laat zien welke uitdagingen op dit moment in de markt zijn. Dus dan vooral aan de linkerkant zien we die. Welke uitdagingen zien we nou dat partners tegenaan lopen? Het is daar onderverdeeld in onze 3 producten. Die zie je eigenlijk in de middelste kolom. En aan de rechterkant zie je vervolgens wat voor waarde dat heeft voor u als partner. Nou, allereerst de cloud challenges die we zien op het gebied van migratie zijn dat migraties vaak worden ervaren als zeer complex en risicovol. Erg time consuming, dus nemen we gemiddeld zo'n 40 uur in beslag voor zo'n 40 tot 50 mailboxen. En je hebt natuurlijk dan ook weer iemand nodig die daar die zijn tijd daarvoor vrijmaakt. Dus dat betekent ook aan mankracht heb je wat minder. Nou, wat is daarvoor nou de oplossing voor Skykick? Dat zijn onze migratiesuites. Daar hebben we in totaal daar 3 verschillende producten voor. Dat is Data Only, die alleen de data migreert. En we hebben daarnaast nog onze 2 suites, de SMB suite en de Enterprise suite, die eigenlijk diezelfde zijn qua pricing, ook hetzelfde werken, maar waar alles volledig geautomatiseerd is. Het verschil ertussen is dat bij Enterprise je nog wat meer
dit thuis zou kunnen invoeren als je dat, dat zou willen. Welke partnerwaarde heeft dit nou? Nou, uiteindelijk zorgt het ervoor dus dat Office 365 wordt geënabled. Omdat alles volledig geautomatiseerd is, is de kans ook op downtime en ook op fouten, menselijke fouten, vele malen kleiner, waardoor, waardoor het succes veel groter wordt gemaakt, de kans daarop. En uiteindelijk heb je dus een customer satisfaction die verhoogd wordt. Dat is ons eerste product, dus de migratiesuites. Nou, als tweede hebben we, zoals we eerder aangegeven, zijn onze cloud backup producten. Welke backup problemen zien we nou in de markt? Daar zouden we straks ook later meer. Veel klanten, maar zelfs resellers, die denken dat Office 365, omdat het een cloud product is, hè, zo wordt het gezien in de markt, dat vervolgens dat ook betekent dat op het moment dat ik iets wijzig of iets per ongeluk verwijder vanuit Office 365, dat ik dat dan gewoon heel makkelijk direct kan terugzetten. Nou, niets is minder waar. Het is zo dat Microsoft dit tot 30 dagen voor je bewaart in de, in de bin, in de vuilnisbak, en daarna wordt het gewoon gedelete. Dus dat betekent dat je daadwerkelijk je data kwijt bent. Daarnaast is het zo, om het maar heel actueel te houden, is dat we ook de ransomware attacks hebben. Nou, nu is het zo dat je met backup daar dus, dat ontkom je eigenlijk aan, voorkom je dat. Want mocht je je data encrypted worden en vervolgens ransomware worden gevraagd, dan kun je gewoon zeggen van joh, weet je wat, ik zet de backup van gisteren zet ik weer helemaal terug. En je kunt gewoon weer aan de slag waar je gisteren bent geëindigd. Dat is ook een groot voordeel. Nou, de producten, de oplossingen die wij daarvoor hebben, zijn onze cloud backup oplossingen. Wat wij namelijk doen is het backuppen van Exchange aan de ene kant en aan de andere kant backuppen wij SharePoint en OneDrive for Business. Het mooie is, waar we straks laten meer, dat dit unlimited data betreft en daarnaast ook oneindige retentie. Dus voor één vast bedrag per maand ben je gewoon gedekt per gebruiker. Nou, de waarde daarvoor, het lijkt me logisch, hè, de recurring revenue voor de partners die op dit moment al daarmee bezig zijn, dus maandelijks factureren aan hun klanten. Nou, is dit een hele eigenlijk een no-brainer, een hele makkelijke add-on. En je business continuity en peace of mind, je hebt bepaalde rust, omdat je weet namelijk dat je data veilig staat. Vergoed nog om te vermelden, ik zei het net ook al, maar alles wordt dus opgeslagen in Azure. Dus het is nogmaals, we zitten volledig in het Microsoft ecosysteem. Wat denk ik ook wel bepaalde credibility met zich meebrengt. Daarnaast is het zo, reduce support cost and churn. Dat is ook absoluut zo, omdat namelijk de search and restore functie in onze backup product heel erg makkelijk werkt. Dat zal ik straks laten zien tijdens de demo. Nou, uiteindelijk hebben we nog ons derde product. Dat is Cloud Manager. Ik gaf het net al aan, ik wil daar ook niet te veel over uitweiden. Nogmaals, hij is wel beschikbaar in onze portal. In alpha ontwikkeling, maar we horen graag van onze partners, ook omdat we nog relatief klein zijn. Als jullie denken van dit moet beter, of waarom zit dit er niet bij, alsjeblieft stuur mij dat toe. Ik kan dat weer doorzetten aan onze product management group en die kunnen daar waarschijnlijk dan iets mee gaan doen. Dit zijn aan de bovenkant zie je onze drie producten die we hebben en aan de onderkant laten we eigenlijk zien hoe deze verkrijgbaar zijn. Deze drie producten zijn verkrijgbaar eigenlijk op vier manieren, waarvan vooral eigenlijk de eerste twee het meest belangrijk zijn. Dat is of direct via skykick.com, waar je naartoe kunt gaan. Dat is heel erg makkelijk registreren. Als je zoiets hebt van, joh, ik wil dat dan graag via Ingram Micro laten lopen, dan kun je dat daar heel makkelijk aangeven. Je hoeft je Ingram Micro nummer in te geven en vervolgens zal alle invoicing en alle service ook lopen via Ingram. Je krijgt nauwkeurig echt elke maand een mooie factuur waar echt per klant gespecificeerd staat welke producten je voor wie hebt gebruikt. Dus dan is het voor jezelf een makkelijk doorfactureren naar je eigen eindklant. Daarnaast via de marketplace, ook van Ingram natuurlijk, daar zijn we ook mee bezig. Want ik begreep namelijk dat nog niet is geïmplementeerd. Ik weet wel dat we daar heel druk mee bezig zijn. En ik kreeg vanochtend ook het nieuws dat bijvoorbeeld in Australië dat nu gedaan is. Dus Nederland zal snel volgen. Daarnaast hebben we nog syndicatie en developer. Er staat ook bij dat ze alle twee nieuw zijn.
Denk daarbij aan echt aan API's, et cetera. Dus echt technische verhaal. Mocht je daar meer over willen weten, dan kunnen we dat goed offline oppakken. Dan kan ik je nou in contact brengen met een van onze technical mensen. Dus dat is even in het kort hoe je Skype kunt aanschaffen. Nou, om nu wat dieper in te gaan op onze migratiesuites. Ik had het eigenlijk net al aan, hè. We hebben drie soorten producten. Data Only aan de ene kant, aan de andere kant Small Business en Enterprise. Dat zijn onze suites. Eigenlijk is het zo dat je, en dan pak ik toch direct even de volgende slide erbij, want dat geven we makkelijker aan. Voor elke migratie doorloop je eigenlijk de volgende vier stappen. Dat is nummer 1, is dat het plannen van je migratie. Dus dat betekent dat je uit gaat zoeken welk source system heb je, welke mailbox hangen daar aan vast. Naar welk Office 365 plan wil ik ze hebben? Wil ik shared folders aanmaken? Wil ik public folders aanmaken? Zo ja, welke gebruikers wil ik daarin hebben? De hele plan gebeuren. Dus hoe komt het er later uit te zien? Dat is eigenlijk in het plan gebeuren. Heb je als tweede heb je het migrate stuk. Dus dat is van echt wanneer de data wordt overgezet van het source system. Hè. Dat kan zijn Exchange Online, dat kan zijn Hosted Exchange. Dat kan zijn zoals Gmail, dat kan zijn ook Office 365, ook dat bieden we aan, Office 365 naar Office 365 migraties. Dus eigenlijk de massa kunnen wij migreren wat betreft mail. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Als laatste het setup verhaal, dat betekent dat op het moment dat een eindgebruiker een Office 365 account heeft, maar wil wel het via de normale Outlook willen ze werken. Dan betekent dat die Outlook moet worden opgezet. Daarvoor hebben wij de Skykick Outlook Assistant ontworpen, gecreëerd. En dat is eigenlijk een tool die heel erg makkelijk ervoor zorgt dat een user zijn credentials in kan tikken. En vervolgens, bij wijze van spreken, op de vrijdagmiddag weg kan gaan en op maandagochtend zijn laptop weer opent. En niets heeft gemerkt, maar ondertussen dus dan wel via Office 365 werkt. Dat maakt deze Outlook Assistant allemaal mogelijk. Uiteindelijk de laatste stap is een manager natuurlijk, van gaat het allemaal goed? Hebben alle users credentials ingevoerd? Is alles goed gemigreerd? Zijn er bepaalde public folders die misschien iets meer aandacht vereisen? Dat kan allemaal gedaan worden vanuit onze portal, dus vanuit het managerstuk, wat erg belangrijk is. En dan ben je er eigenlijk. Dus uit deze vier fasen bestaat elke migratie. Of je het nou handmatig doet of een volledig geautomatiseerd product gebruikt zoals Skykick. Om dan even terug te gaan naar de vorige slide. Dit zijn dus onze drie producten. De Data Only doet eigenlijk alleen het tweede stapje, dus echt het migreren. Dus dat betekent dat jij wel zelf je eigen planning moet doen, het source system, et cetera. En vervolgens ook je Outlook Assistant, die krijg je er ook niet bij. Dus dat betekent dat je dat ook allemaal handmatig zou moeten doen. Dat is dus een keuze welke je of deze bij je past. Ga je nou voor een van onze suites, we hebben het over Small Business en Enterprise. Zoals ik net al aangaf, qua pricing is deze helemaal hetzelfde. Het verschil zit hem erin dat je bij Enterprise onder andere stage migrations hebt. Dus stel je voor dat je 1000 werkplekken gaat overzetten naar Office 365. Kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt, ik wil ze niet allemaal in één keer die alle 1000 doen. Want stel voor dat iets misgaat, dan ligt alles stil. Maar dat je zegt, ik ga eerst 250 stuks doen, dan nog een keer 250 en dan de laatste 500. Dat kan met Enterprise. Bij Small Business kan dat niet. Dus we zeggen ook wel eens, bij Enterprise kun je veel meer invoeren. Heb je meer opties om in te vullen. Nogmaals, prijs is hetzelfde. Tegelijkertijd zien we ook dat voor de meeste omgevingen, dus we hebben het ongeveer tot en met ongeveer 250 seats, dus tot het MKB, is Small Business meer en meer dan afdoende. De reviews die we krijgen, die zijn ook erg goed. Dus dat is wat we daarop aanbieden. Als we het dan hebben over het tijdschild, wat ik net al aangaf helemaal in het begin, het is volledig geautomatiseerd, dus dat betekent dat je enorm veel tijd kan besparen. Daar waar een normale migratie van 40, 50 mailboxen ongeveer 40 uur in beslag neemt, kun je met de suites van Skykick minder dan 4 uur gaan migreren. We hebben hier aan de linkerkant hebben we die vier stappen van de vorige slide, hè, dus de plannen, migreren, de setup en het managen, die hebben we nog meer onderverdeeld. En eigenlijk alle activiteiten die je zult moeten doen om uiteindelijk die migratie te krijgen. En die hebben we ook een aantal uren hebben we daaraan aangekoppeld.
Nou, zo zie je bijvoorbeeld dus dat de outing setup bijvoorbeeld de laatste de onderste al 6 uur gemiddeld duurt. Dit is feedback van partners, dus niet iets wat Sky zelf heeft bedacht. Dit is echt de feedback die we krijgen van resellers. Nou, in totaal komt er meer dan 40 uur uit. Gebruik je de tooling van Skykick, omdat nogmaals alles van je geautomatiseerd is, duurt er minder over dan 4 uur. Dus dat betekent 36 uur. Nou, gemiddeld uurtarief pak een beetje 80 tot 100 euro. Reken maar uit je winst wat je kunt bepalen. Want nogmaals, uiteindelijk ben jij zelf degene die bepaalt wat je aan je eindklant doorfactureert. Dus op het moment dat jij zegt, nou, ik ga toch in plaats van 4000 euro voor een migratie, pak ik 2000 euro voor deze migratie, dan is dat helemaal aan jou. Als wij geven alleen al dat je met ons je marge kunt verhogen, dat je er minder tijd mee kwijt bent. Daarnaast was het aan de rechterkant de USP's van Skykick. Doordat je dus de totale planning app hebt, dus Skykick zorgt gewoon voor dat je heel veel tijd overhoudt, heb je dus ook meer tijd om te kunnen besteden aan nog meer sales bijvoorbeeld bij andere klanten of aan meer deep dive bij andere klanten, waardoor je dus je technische kennis die je ongetwijfeld zult hebben, waardoor je dat maximaal uit kunt halen. Daarnaast, ik gaf net al aan, door de tijdswinst kun je ook je marges verhogen, omdat je gewoon minder tijd neemt met de uurtjes schrijven. Je hebt geen verrassingen, omdat namelijk je krijgt je betaalt 1 bedrag per gebruiker en that's it. En als laatste, en dat is misschien ook wel echt een hele goeie, die heb ik misschien nu even wat onderbelicht gelaten, maar is dat wij gratis support hebben. En dat is technical support, die is 24 uur per 5 dagen beschikbaar, dus van maandag tot en met vrijdag 24 uur per dag. Dat is ons support team, technical support team, dat ook in Seattle zit. En die mensen die zijn echt hoog opgeleid. Ze zijn technisch echt enorm begaafde mensen. Dus om ze helpdesk bijvoorbeeld te noemen, daarmee doe je ze echt kort. Binnen 2 minuten heb je iemand aan de lijn en nogmaals, het is gratis. Je belt een Nederlands nummer, die wordt vervolgens doorverbonden met Amerika. Die kosten zijn allemaal voor ons, behalve je betaalt natuurlijk wel zelf je telefoon tikken, maar dat lijkt me logisch. En voor de rest word je dus helemaal geholpen. Wij raden ook echt aan op het moment dat je je eerste migratie gaat doen, om ook onze technical support daarbij gewoon aan te schakelen. Daar zitten ze voor, ook al heb je ze 3 uur lang aan de lijn. Het maakt niet uit, daar zitten ze voor en ze willen je graag helpen. De reden waarom ik dat aanraad bij de eerste migratie, is dat we er zeker van kunnen zijn dat er echt geen fouten worden gemaakt. Dat willen we allemaal niet. Dat kost alleen maar tijd, slechte experience en dat willen we voorkomen. Dan heb ik de volgende slide, heb ik een hoop cijfertjes, een hoop tekst. Wat ik hier eigenlijk mee wil aangeven is van, joh, hoe je nou je marge verhoogt door middel van de migratiesuites van Skykick. Die zien we eigenlijk aan de rest onderin, de migratiesuites. Om even aan de bovenkant te beginnen, manual migration of data only. Stel je voor dat we 40 mailboxen willen gaan migreren, je betaalt voor een data only licentie of een andere migratielicentie betaal je gemiddeld zo rond de 10 euro. Nou, bij Skykick is die 8,75 euro. Nou, laten we zeggen dat je over 30 uur daaraan moet besteden. Hou ik nog wat lager. Maal 100 euro per uur. Dat betekent dat je 3000 euro kwijt bent aan, of 3000 euro kunt omzetten. Plus de luisteringkosten. Ben je in totaal 3350 euro kwijt, of gemiddeld zo'n 83,75 euro per mailbox. Gemiddeld zal je marge dan zo rond de 15% zijn, omdat je namelijk je uurtjes zul je wel moeten maken. Ik heb neergezet, je bent over 30 uur per zo'n project ben je bezig, wat je daadwerkelijk kunt factureren. En dan gaan we ervan uit dat er nog niks verkeerd gaat. Gebruik nou even van onze migratiesuites, betaal je wel meer qua licentiekosten, namelijk zo'n 40 euro. Ik moet daarbij wel aangeven dat we op dit moment ook een promo hebben lopen, waardoor je 32,50 euro per mailbox betaalt. Daarover later ook meer. Maar laten we nu uitgaan van ons standaardprijs 40 euro per mailbox. Plus 4 uur consultiewerk. Ben je in totaal 3200 euro heb je aan revenue. Maar je marge zal 50% zijn. Waarom? Omdat je namelijk 4 uur bezig bent en je kunt nagenoeg hetzelfde vragen. Dus marge technisch is het echt aantrekkelijker, ook al lijkt het in het begin, omdat je meer betaalt voor een licentie, lijkt het duurder, maar in die end is het dat dus niet.
Dat wat betreft migraties. Ik hou nu even een korte pauze. Zijn er vragen over de migratie tot zover? Valentijn? Hoor je me nog niet? Ja, ik hoor je. Oké. Ik begrijp dat het dus mogelijk is om ook vanuit een Office 365 tenant te verhuizen naar een andere tenant. Naar een andere Office 365 tenant, ja, klopt. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Oké. Volgende vraag. Want je hebt op dit moment zo'n project die, die daarmee gaat? Ja, klopt. Okay. Ja. Ik zal na deze presentatie, wordt deze presentatie ook naar je toegestuurd. Daar staan ook mijn contactgegevens in. Dus je kunt mij gewoon bellen of dan wel e-mailen. Dan kunnen we wellicht kijken hoe we dit kunnen oppakken. Oké, prima. Ja. Leuk. Dankjewel. Als er verder geen vragen zijn, dan gaan we door met Cloud Backup. Ik begin weer even met deze slide en dan even met het tweede stuk. Hè. Onze Cloud Backup die zorgt ervoor dus dat je, en dan vooral aan de rechterkant, dat je dus recurring revenue gaat opbouwen. Daar waarbij migraties eigenlijk een eenmalig project is, kun je met onze Cloud Backup je omzet verhogen per maandelijkse basis. Dat is toch voor veel partners zoals wij het nu zien, die zijn daar op dit moment druk mee bezig. Het is eigenlijk een soort verandering in je businessmodel. Ik denk dat Cloud Backup van SkyKick daar heel goed bij kan helpen. We hebben daar gelukkig ook een hoop best practices van. Waarom? En nogmaals, ik gaf het eigenlijk net al aan. Het is zo dat je bij Office 365 heb je helaas geen backup variant. Je hebt wel een litigation hold. Dat betekent dus dat Microsoft voor in ieder geval 14 dagen jouw per ongeluk verwijderde mailtjes, agenda items, etc. Bewaard. Dat kun je instellen tot na 30 dagen, maar na 30 dagen is het gewoon echt voorbij met jouw data, is het gewoon kwijt. Nou, we zien nu dus met ook met die ransomware aanvallen, want zoals ik net al zei met WannaCry, dat de dat het gevoel ook vooral en dus de behoefte aan een duidelijke goede backup technologie, dat die er echt is. Het is een soort verzekering wat je afsluit. En daarvoor is de SkyKick Cloud Backup echt ideaal. We zien aan de rechterkant, de linkerkant, het diagrammetje is wel denk ik interessant ook om te zien. Dus dat eigenlijk 64% door user error, dat gebeurt nogmaals vaak gewoon puur per ongeluk, dat er iets wordt gedelete. Hackers, 13%, ik denk eigenlijk dat dit is een staartje van uit 2013. En dat hackers op dit moment ook wel een iets grotere gedeelte zullen hebben in dit diagram. Maar goed, je ziet in ieder geval dat er genoeg manieren zijn dat een eindgebruiker zijn data kan kwijtraken. Dat wil je niet. Dus misschien Cloud Backup kunnen we dat voorkomen. Nu is het zo dat op het moment dat je dat niet doet, dus dat je zegt, nou, ik vertrouw toch gewoon op Office 365 op Microsoft. Er zijn ook mooie filmpjes te vinden op YouTube van verschillende partners die dus hebben opgenomen hoe druk ze ermee bezig zijn geweest. En je ziet dus dat dan meer dan 6 uur in beslag neemt om een mailtje terug te zetten. Omdat je, nou ja goed, je zult dan meer contact op moeten nemen met Microsoft, et cetera, et cetera. Een hoop werk voor een mailtje. En het zijn toch weer 6 uurtjes, bijna een hele werkdag, waarmee je er druk mee bezig bent. Ja, met backup hoeft dat niet, want het is gewoon een one-click restore. Nou, wat is nou zo geweldig aan onze SkyKick Backup technologie? Nou, een hoop tekst, ik zal een paar uithalen. Nou, aan de linkerkant, we zeiden het net al, de peace of mind. Het is een soort verzekeringetje voor de eindklant. We zien daarnaast dat je, en dat is een van de belangrijkste denk ik, de unlimited backup. Wat we namelijk doen is gewoon, je kunt unlimited data kunnen opzetten. Dus op het moment dat jij, ik zeg maar dat jouw SharePoint 10 petabyte is, ik zeg maar wat, theoretisch kan dat, dan kunnen wij dat gewoon backuppen voor hetzelfde vaste bedrag per maand. Maar dus net als je 10 petabyte hebt of 10 megabyte, het wordt gewoon voor hetzelfde bedrag per maand wordt je gefactureerd. Daarnaast is het zo dat we ook oneindige retentie hebben. Dus op het moment dat je zegt van nou, we beginnen nu met backup, en over 10 jaar zullen we nog steeds jouw data hebben vanaf vandaag. Ook allemaal voor hetzelfde vaste bedrag per maand. Aan de rechterkant de value for partners, en ik denk dat een van de belangrijkste daarin is, denk ik, dat je je recurring revenue dus krijgt. Hè. Dus je krijgt elke maand, heb jij gewoon je vaste bedrag wat je aan je eindklanten kunt factureren.
En dat zal natuurlijk alleen maar groeien op het moment dat je hoe meer klanten jij krijgt of hoe meer werknemers die klant krijgt, hoe makkelijker het voor jou is, zeg maar, om het geld binnen te krijgen. Daarnaast is het ook zo dat omdat wij maar één vast bedrag per maand rekenen, weet je dus ook waar je aan toe bent. Niet alleen nu, maar ook over een jaar en ook over 2 jaar. Geen verrassingen krijg je. Dus dat is wel heel erg makkelijk. Veel collega's van ons die rekenen met een per gigabyte bijvoorbeeld, hè, per 5 gigabyte betaal je dit. Ja, en op het moment dat je eroverheen gaat, betaal je dit. En anders betaal je dat, et cetera. Dat is bij ons dus niet het geval. Dus je maakt jezelf stukken voorspelbaarder. Je hoeft niet meer naar de kant toe van, joh, ja, je hebt toch meer dan 5 gig gebruikt. Dus dat hoeft allemaal niet. Dus dat is erg makkelijk. En daarnaast zijn wij ook de een van de weinige vendoren die zowel migratie als backup aanbiedt. Dus een single pane of glass. Dus dat betekent dat je maar één vendor nodig hebt om zowel je migraties als je backup te kunnen doen. En dat is voornamelijk heel makkelijk, omdat het natuurlijk allebei heel erg raakt aan Office 365. Op het moment dat je een klant hebt die naar Office 365 wil, dan kun je zeggen, nou, ik ga je migreren met SkyKick. Plus daarbij, ik kan je direct backuppen met SkyKick. Dat kan bij ons in onze poorten heel snel door middel van een schuifje. Daar kom ik zo op tijdens de demonstratie. Dus dat is erg makkelijk. En nogmaals, het wordt allemaal al gebackupt op Azure. Je kunt kiezen of dat je eigen Azure is, of dat je dat kiest voor de Azure van SkyKick. Daarnaast is het zo dat de kosten voor onze backup, dus onze standaardprijzen, is €1,80 voor Exchange per maand per gebruiker. En voor SharePoint en OneDrive betaal je ook €1,80 per maand per gebruiker. Er wordt vaak nog wel, om de misvattingen te voorkomen, is dat mensen vaak denken van joh, ik betaal dus per SharePoint of per OneDrive betaal ik €1,80. Nee, je betaalt per gebruiker die toegang heeft tot SharePoint. Daarvoor betaal je €1,80. Dat is echt een per gebruiker licensing model. Zijn er tot zover vragen over onze backup? Nee? Dan, dat is mooi. Dat betekent dat alles duidelijk is. Heel goed. Mocht er achteraf vragen zijn, stel ze ook alsjeblieft. Dan gaan we even naar de volgende slide. Wat jullie niet wil onthouden is dat we op dit moment ook een promotie hebben voordat we zo doorgaan naar de demonstratie. Dat is namelijk dat we een gratis migratie krijg je op dit moment van €40 op het moment dat je nu kiest voor 12 maanden backup. Die 12 maanden backup betekent zowel voor SharePoint als voor OneDrive als voor Exchange. Nou, voor de snelle rekenaars onder ons zou dat betekenen dat je, die zeggen, wacht eens even, dat is eigenlijk nog goedkoper, die €32,50, want je betaalt €1,80 plus €1,80 per maand voor de backup. Dus €3,60. €3,60 maal 12 is eigenlijk €43,20. Nou, op dit moment betaal je er maar €32,50 voor. Plus krijg je nog eens een keer gratis migratie erbij. Een SMB, dan wel een enterprise van €40. Dus in totaal kun je 61% besparen. Nou, deze actie die loopt nog tot eind deze maand. Nu is het mooie ook hiervan. Dat als je stel voor dat je zegt van nou ik wil hier wel gebruik van maken, maar ik heb mijn eindklant die wil pas migreren in augustus. Dat is geen enkel probleem. Je kunt in onze portal kun je dan nu al een project aanmaken. Je kunt ook een einddatum meegeven van nou ik wil het in augustus pas doen, 12 augustus, ik zeg maar wat. Dan staat het project staat al bij ons in het systeem. Je betaalt op dat moment ook nog helemaal niks. En vervolgens kun je wel gebruik maken van deze Accelerate Bundle. Dus dat is misschien wel een goede om mee te nemen. Dus op het moment dat je nog voor eind deze maand een project aanmaakt in onze portal, kun jij gewoon gebruik maken van deze promotie. We kunnen hier even aangeven hoe je dan dat geld kunt besparen. Weer een hoop cijfers, weer een hoop tekst. Ga maar even meer echt om het tabelletje. Aan de linkerkant, op het moment dat die promo er dus niet zou zijn, nou, betaal je voor 40 seats, betaal je licentie voor €40, €1600. De cloud backup is €43,20 per jaar, wat ik net al aangaf voor SharePoint, OneDrive en Exchange. Ook in 40 gebruikers, €1780, dat betekent dat je in totaal in een jaar dat je €3328 kwijt bent. Dus maak je nou gebruik van deze promo? Nou, dan ga je naar de rechterkant, de Accelerate Bundle. Voor 40 seats betaal je dan in totaal maar €1300, omdat je een migratiestatus krijgt en de backup goedkoper is. Dus dat betekent dat je dan meer dan 2K bespaart, oftewel 61%.
nogmaals, dan is het aan jou wat je met die 2K doet, of je doorfactureert, of in ieder geval of je die, of het voordeel ook gunt aan je eindklant, of dat je alles in je eigen zak steekt. Dat is helemaal aan jullie eigen commerciële aanleg, keuzes die je daarin maakt. Dat is minder interessant. Deze misschien nog wel even goed, wat betreft de Accelerate Bundle, dus dat toch de FAQ's. Can I use the Accelerate Bundle for an existing customer for backup without a migration? Ja, dat kan. Het is namelijk zo, nogmaals voor de snelle rekenaars onder ons, die 32,50 €, het is eigenlijk in elk scenario is het goedkoper om te gaan kiezen voor de Accelerate Bundle. Ook al kies je bijvoorbeeld enkel en alleen voor de backup. Dan ook bespaar je 25%, dus gebruik je die hele migratie van 40% niet. Hetzelfde geldt ook andersom. Stel je voor dat je zegt, ja, maar ik gebruik die Accelerate Bundle eigenlijk alleen voor de migratie en niet voor de backup. Dan scheelt het je 19%. Dus het is eigenlijk altijd goedkoper om te kiezen voor de Accelerate Bundle. Op één scenario na, en dat betekent alleen als jij kiest om alleen Exchange of alleen OneDrive SharePoint op te gaan backuppen, dan is het goedkoper om het per stuk te doen. Nou, daarnaast staan ook wat andere FAQ's, hè, zoals ik net al aangaf. What if my customer is not ready to migrate today? Maakt niet uit, je kunt tot eind december kun je project opgeven en dan kun je alsnog gebruik maken van deze aanbieding. Wat gebeurt er na 30 juni? Dat weten we niet. We zijn nu wel bezig weer met andere promo's, dat is iets voor later. Voor onze partners die gebruik maken van het Microsoft Partner Network, kun je ook gratis onze producten gebruiken om aan de ene kant naar je eigen mailbox naar Office 365 te migreren. Dan kun je gratis gebruik maken van SkyKick. En aan de andere kant kun je ook gratis backuppen, cloud backup aanzetten voor je eigen Office 365 tenants. Dat kan heel simpel door gebruik te maken van het Microsoft Partner Network. Je kunt begrijpen dat Microsoft erg blij met ons is, omdat we natuurlijk Office 365 en ook Azure verkoop bevorderen. Dus vandaar dat we deze internal use rights kunnen aanbieden. Eindigt op 30 juni, dus misschien wel even goed om te onthouden. Het is ook zo met cloud backup, op het moment dat je het nu aanzet, geldt het voor de rest van je leven. Dus dat is, dat is ook wel mooi. Was het tot zover. Dan wil ik eigenlijk nu doorgaan naar de demonstratie. Als er geen vragen zijn over de Accelerate Bundle. Dus ik wacht heel even. Gebruik in de tussentijd. Heel even om de demo klaar te zetten. Ik heb nog wel één vraag. Ja, tuurlijk. Is die Accelerate Bundle na 12 maanden, als je die zou, als je daarvoor zou kiezen tijdens een migratie, is die maandelijks opzegbaar na die 12 maanden? Want ja, ik denk dat onze klant niet echt gebruik gaat maken van die backup, zeg maar. Ja, dan kun je gewoon uitzetten. Oké. Okay. Dus je kunt, het is zo bij de Accelerate Bundle, staat die automatisch aan. De Accelerate Bundle staat automatisch aan, excuus. Dat betekent dus dat je de backup ook automatisch aanstaat op het moment dat je dan je migratie hebt gedaan. En je zegt, nou die backup hoeft niet. Kun je gewoon de backup uitschuiven en je bent er. Oké, duidelijk. Nou, ondertussen heb ik de demo-omgeving aangezet, of heb ik naar voren gehaald. Dit is eigenlijk onze portal die je ziet. Ik ben nou ingelogd als Bram, hier rechtsboven. Nogmaals, dit is onze testomgeving, dus vandaar dat er wat gekke, rare namen tussen staan. Dat wordt echt letterlijk gebruikt door onze product group. Let daar verder dus niet op de namen. Het gaat dus meer om het hele plaatje. Wat we zien, hier kom je eigenlijk in terecht. Je ziet aan de linkerkant zie je eigenlijk onze drie producten die we hebben. Migrations, Cloud Backup en Cloud Manager. Daaronder Syndication Developer, nogmaals, dat heeft te maken echt met API's en echt de technische gebeuren. Nou, nogmaals, ik kan je daarmee verder helpen. Stuur me dan even een mailtje na deze presentatie. Communications, DNS Manager, Health Center. Health Center is altijd nog wel een belangrijke. Toch even wel aanstippen. Dus ons Health Center, die is, mocht je al vragen hebben over SkyKick, van hoe zit dit, hoe zit dat, kun je altijd naar ons Health Center gaan. Het werkt heel erg makkelijk, gewoon per product, search. Elk product kun je opzoeken of alles kun je opzoeken. Dit wordt om de week wordt dit gerefreshed. Dus het is echt de nieuwste informatie. Staat hier altijd op. Hieronder vind je ook de telefoonnummers. Dus voor België zie je hier staan en voor Nederland zie je staan. Nogmaals, die is gratis. Het is gratis support. Dus
Daar kan ik je nog heel veel meegeven. En daarnaast hebben we de admin. Nou, waarom is dit belangrijk? Waarom wil ik je dit laten zien? Dit is eigenlijk het dashboard van de migraties waarmee we gaan beginnen. Je ziet hier eigenlijk de alerts die gaan er zijn, dus een bepaalde projecten. Critical, je ziet het staan. Wat gebeurt allemaal als ik daarop zou drukken? Nogmaals, doe ik nou niet omdat het echt gebruikt wordt door onze product group. Maar dan kun je daar meer informatie over vinden. Nou, hetzelfde zie je hieronder. Dus wat je hier ziet is eigenlijk per project die je aan het migreren bent met de verschillende fases die dat project betreft, zie je eigenlijk hoe ver ze zijn. En wat dan nog moet gebeuren. Nou, je ziet het V'tje, complete, alles zit hier goed. De Office 365 setup, ja, zie je geregeld, daar is het nog bezig, maar we lopen on track, et cetera. Dus je ziet hier precies met al je producten of al je projecten wat er gebeurt van de status update. Nou, op het moment dat ik nu een nieuw project ga aanmaken, trouwens, voordat ik het vergeet, excuus. Bij admin kun je ook je eigen logo hier linksbovenin krijgen. Het staat nu Acmetech. Dat is gewoon onze testomgeving, onze zogenaamde testbedrijf. Maar hier kun je dus ook je eigen logo neerzetten, mocht je dat willen. Dat kun je gewoon doen door middel van admin. Dan kun je het aanpassen. Nou, dit is het. Dit is ons, productportfolio. Nou, stel voor dat ik zeg, ik wil een nieuw SMB-project aanmaken. Je ziet ook weer SMB Enterprise and Data Only. Ik wil een nieuw SMB-project aanmaken. Dan druk daarop. Wat ik hier dan ga invullen is niks anders dan een e-mail van de klant. Het maakt niet uit welke dat is. Ik gebruik altijd Adam Fox in onze testomgeving. Het maakt niet uit wie het is. Dus dat mag wij spreken de CEO zijn, maar dat mag ook iemand zijn van de receptie. Het maakt allemaal niet uit wie het is. Ik kan hier ook aangeven de Accelerate Bundle. Dat heb ik gedaan. Die staat er automatisch op. Het logisch is omdat die goedkoper is. Vervolgens kan ik hier aangeven Customer Point of Contact. Nou, ik zeg dat Adam Fox zijn bedrijf heeft, dus ik noem het de Fox IP. Ik zet hier weer neer Adam Fox. Ik ga het anders vandaan halen. En het telefoonnummer. Dat zal wel. Hoppakee. Dan heb ik hier het Source E-mail System, want dat is namelijk het eerste wat ik ga doen. Ik ga op zoek naar wat voor een systeem is het, hoe ziet het eruit, wanneer is het gebeurd, hoe ziet dat Source System eruit. Dat is eigenlijk de eerste stap van de 5 die we gaan doen. Die zie je eigenlijk boven staan. Dus eerst gaan we op zoek naar de Migration Source. Vervolgens gaan we Office 365 inregelen, de tenant. Daarna gaan we de account reviewen, dus dat betekent we gaan kijken wat gaan we doen met de mailboxen die aan dit account hangen. Daarnaast gaan we de settings neerzetten, dus hoe gaan we de eindgebruiker benaderen. En uiteindelijk moeten de DNS settings dan worden aangepast. En uiteindelijk hebben we dan nog een final review. Dus dat zijn eigenlijk de stappen die we moeten doorlopen. Nou, ondertussen is dus het e-mailadres is dus aan het kijken gewoon wat voor een source e-mail system zit eraan. En nogmaals, daarom is het allemaal volledig geautomatiseerd. Of hiermee tonen we eigenlijk aan dat het volledig geautomatiseerd zijn. Normaal gesproken zou je het handmatig moeten doen. Je moet naar de eindklant toe, je moet er naartoe rijden, et cetera, et cetera. Dat hoeft niet met SkyKick. Dat is gewoon puur echt autodiscovery. Nou, we zien hier bijvoorbeeld al hè, dus dat dit mailadres op een Exchange Server 2010 staat. Service Pack 1, dat is rollup 8. En dat de registrar GoDaddy is. Wat jullie weten, GoDaddy is een van de grootste registrars in Amerika. Dat is ook een grote klant van ons trouwens. Nou, in dit geval staat Adam Fox dus ook op de gebruik van de registrar GoDaddy. Hij is wel een tijdje bezig, zie ik. Dat komt denk ik door mijn internetverbinding. Ik wil heel veel geduld hebben. Wat misschien ook wel goed is om te vermelden is dat we zijn nu dus bezig om die migratie op te zetten. Dus eigenlijk de totale planfase is dit. Die eerste van de 4 fases. Het fijne is ook, je kunt dit gewoon allemaal tot nu toe allemaal gratis gebruiken. Pas op het moment dat de migratie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dus stel voor dus dat ik
nou ja, Fox IT pas over 2 maanden gaan migreren, dan krijg ik ook pas na 2-3 maanden de invoice via Ingram. Laat hem hier nog een keertje. Verify. Ja, daar is hij al. Nou, hij is helemaal goedgekeurd. Dan zien we hier onderzoek dat het een on-premise exchange betreft. Een EWS, Exchange 2007 Plus. En we zien zelfs de URI's die hier staan. Dus de locatie van deze server. Dat zien we hier allemaal. En dat puur en alleen door middel van een e-mailadres met een wachtwoord. Ik zei het net al, de volgende stap is een Office 365 account aan te maken. Ik kan dan hier kiezen. Heb ik al een Microsoft Office 365 account aangemaakt voor deze klant? Oftewel via Open dan als CSP, hè, natuurlijk. Of heb ik dat niet? Dan kan ik SkyKick vragen om dat voor mij te doen. Dat zal dan wel gaan via het advisory model. Ja, dat doe ik op dit moment. Ga ik die, zet ik even noden neer. Ik zie hier, nou, ik zit in country of business. Nou, dat doe ik ook even de United States. Ik kan elk land aanklikken wat ik wil. En de Office 365 tenant domein. Nogmaals, die wordt dan gewoon door SkyKick aangemaakt. Ik maak daar test van. .onmicrosoft.com, zoals dat altijd geldt voor Office 365. En ik ga naar de volgende stap. Dat betekent dus wel, omdat ik in het advisory model zit, dat je aan het einde ook je creditcardgegevens zou moeten invullen. Nou, vervolgens kom ik bij de review accounts. En ik denk dat dit eigenlijk echt de magic is, zeg maar, waar wat veel partners geweldig vinden. Dat is nogmaals, ik heb eigenlijk nog niks ingevoerd behalve dat e-mailadres van Adam Fox met zijn wachtwoord. En op basis daarvan kan ik dus alle mailboxen, public folders, distributiegroepen, kan ik naar voren trekken. Die haalt hij daar allemaal vandaan. Dit zou je anders allemaal handmatig moeten doen, wat een hoop werk met zich meebrengt. Vervolgens kan ik zeggen per mailbox, wat gaat daarmee gebeuren? Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil dat Alberto Benson, dat die naar E5 gaat, want die heeft ook echt Skype for Business nodig, et cetera, et cetera. Dus die kan ik daar invullen. Nou, zo kun je eigenlijk met de klant, en ik noem dat een soort consultancy stukje, kun je met je eindklant kun je dus echt nagaan welk e-mailadres, wat moet daarmee gebeuren. Gaan we daar een E5 van maken? Of wellicht dat we erachter komen dat Alice Rubin niet eens meer werkt bij ons. En daar kan ik ook een ander alias van maken. Ik kan doen wat ik wil eigenlijk met deze e-mailadressen. Dus dat, dat kun je hier helemaal aangeven wat je daarmee wilt doen. Dat kun je dus per e-mailadres doen. Vervolgens kun je ook hieronder zien direct van, want ik heb onze Alberto, die heb ik al net op een E5 gegeven. Je ziet direct dat dat hier wordt geüpdate. Maar ook wat je kosten dan gaat zijn per maand. Dus het is heel erg overzichtelijk voor de eindgebruiker. We zien hier een error. Dus we zien hier een rood balkje staan. Dat betekent dat er iets moet gebeuren. Nou, dat kan kloppen, want we zien hier dus bijvoorbeeld dat er geen... ik heb een public folder aangemaakt, marketing. Of tenminste, die stond op de server. Maar er zit geen members in. Dus dat is natuurlijk best gek. Dus wat ik ga doen, ik ga hier onze Adam Fox er weer inzetten. Die zet ik erbij. Helemaal goed. Kan nog iemand anders weer erbij zetten. Ik doe submit. En we zien dat de error nu weg is. En dat klopt allemaal. Dat kan ik ook bij distributiegroepen. Die kan ik helemaal aanpassen zoals ik dat zelf wil. Ik kan zelfs nog een extra domein kan ik toevoegen. En dan komen we hier bij een belangrijk stukje. Dat is eigenlijk het migration date gebeuren. Dus hier ga ik eigenlijk neerzetten. Wanneer beginnen de notificaties? Dus wanneer wil ik daadwerkelijk beginnen met op de achtergrond te synchroniseren van al de mailboxen naar Office 365? Wanneer gaat dat gebeuren? Dus dat die uiteindelijk op het moment dat je dan de cut-over date hebt, de Office 365 switch, dus echt wanneer het definitief wordt, dat die dan alleen nog maar de delta hoeft over te zetten. Dus dat kan ik hier aangeven. Dus ik kan hier bijvoorbeeld zeggen, nou ja, 8 juni. Daar maak ik 15 juni van. Om 5 uur. De Office 365 switch. Hij geeft ook een suggestie. De beste uitkomt. Nou, ik wil zeggen, ik doe het op 28 juni ook om 5 uur. Perfect. Submit. Alles ingegeven. Dit kun je nogmaals. Je kunt alles blijven aanpassen.
gedurende het proces. Dus stel voor dat ik zeg, ja, ik weet het eigenlijk nog niet precies wanneer, kan ik gewoon save for later doen, kan met de klant overleggen, kan hem daarna weer aanpassen. Maakt allemaal niet uit. Accelerate bundel staat aan, zoals je hier ziet, gewoon door middel van een simpel schuifje, wil ik het wel of wil ik het niet. Dan kan ik hier ook nog export report doen. Dus dat betekent dat je kunt zeggen, ja, ik wil toch even alle e-mailadressen, ook gewoon een Excel file wil ik die hebben. Dan kun je hem door middel hiervan gewoon naar jezelf toe laten e-mailen. Ik ga naar next step. Kom ik hier bij de ene laatste stap, de settings. Dus wat ik hier ga zeggen is van nou, die eindgebruiker die wil ik niet te veel lastig gaan vallen. Dat kan. We kunnen zelfs een hands-free migration doen. Dat betekent dat je wel nou ja, in ieder geval een soort super admin moet hebben. De SSI compatible, daar staat er ook, het kan dus. Dat betekent dat je dan automatisch eigenlijk alle credentials ervan aantrekt, zodat je echt letterlijk in de praktijk het voorbeeld hebt dat 's middags gaat de beste werknemer, gaat eind van de middag gaat de werknemer naar huis. Volgende ochtend doet hij zijn laptop weer open. Hij heeft, alles is precies hetzelfde, maar ondertussen is hij wel gemigreerd naar Office 365. Dat kan dus, dat is absoluut mogelijk. Dat kan dus hier met een impersonation account, zoals je hier kunt zien. Nou, ik zeg nu even van nee, ik wil het toch allemaal handmatig doen, dat kan. De Outlook Assistant, zoals ik net al aangaf, dat is een programmaatje die een eindklant krijgt, die zelf kan downloaden door middel van van een brief die hij krijgt, van een e-mail waar een hele makkelijke link in staat. Hoeft hij alleen maar ja te drukken, hij kan zijn credentie ingeven en vervolgens gebeurt alles vanzelf. Nogmaals, dat wordt ook allemaal weer getrack en traced helemaal in het beginscherm. Dus dan kun je precies zien welke gebruikers hebben al wel die SCOA, de SkyKick Outlook Assistant, gedownload en welke niet. De end use credentials, hoe wil ik die gaan doen? Wil ik het zelf doen? Of wil ik het via de password reception page doen? Kun je helemaal zelf verkiezen. En vervolgens kun je hier dus ook aangeven hoe de e-mails eruit zien die naar de eindgebruikers worden gestuurd. Hier bijvoorbeeld, hier komt jouw eigen logo te staan. Dat is dan een brief in het Engels. Je kunt ook zelf kiezen of je hem in het Nederlands wil of in een andere taal. Je ziet hier precies wat er wordt gestuurd. Deze kun je ook bij, helemaal in het begin met communications, kun je dit ook aanpassen. En vervolgens kan de eindgebruiker dan op start drukken. En daar zul je dus zien dat hij dan de SCOA kan op een gegeven moment kan gaan downloaden. Dat hij dan zijn credentials kan invoeren, et cetera, et cetera. Je wordt dus ook met geen woord gered over SkyKick. En nogmaals, is 100% partner, dus het gaat wat jullie geven aan de eindklant. En daar vinden wij dat wij daar niks mee te maken hebben. Die kun je dus allemaal hier ingeven. Je kunt hier dus ook zeggen van de language, dat moet Nederlands worden. Helemaal goed, super. Dit is dus wat je net had ingegeven in de vorige, tabblad. Dus wanneer je overgaat, et cetera. En vervolgens kun je naar Next Step. En nu komen we bij het laatste gedeelte uit, namelijk de DNS settings. Want we zullen uiteindelijk moeten we natuurlijk ook de DNS moeten we gaan wijzigen, gaan veranderen. Dat gaan we doen bij de volgende stap, waarbij je dan kunt kiezen eigenlijk uit drie smaakjes. Wil je hem volledig geautomatiseerd doen? Dat betekent wel dat er een registrar bij moet zitten, die goed is gekort, de SkyKick. Zoals bijvoorbeeld een GoDaddy in Amerika, die is dat. Zo zijn er ook nog meerdere hier in Europa. Je kunt kiezen tussen dus een volledig geautomatiseerde. De tweede is half geautomatiseerd. En de laatste is handmatig. Je ziet hier ook staan. Je kunt kiezen tussen volledig geautomatiseerd. Je ziet hier ook GoDaddy, ik gaf het net al aan. Dat is eentje die in Amerika gewoon heel veel wordt gebruikt. Je kunt ook zeggen van nee, ik wil het toch allemaal lekker handmatig doen. Perfect, dat kan. Dat is helemaal aan jou hoe je dat wil invoeren. Nou, vervolgens is dat, ga je akkoord met voorwaarden. Je gaat naar Next Step en dan komen we nu echt bij de laatste, de final review. Waar je eigenlijk een overzicht krijgt van alles wat je hebt ingevoerd. Je ziet hier ook nog de Accelerate bundle. Wil ik die wel, wil ik die niet gebruiken? Ja, dan doen we toch maar sign me up. Oké, we gaan hem toch maar gebruiken natuurlijk, want we willen graag backup. Als laatste kun je dan nog instellen de service sync. Wat betekent, stel voor dat je een klant hebt die zegt van ja, maar ik gebruik heel veel mijn service, die mag niet alleen maar gebruikt worden voor die migratie. Want ik ben door de week ben ik erg druk. Nou perfect, dan zetten we die iets terug.
602, maar in het weekend mag die vol gaan, mag die vol gas. Zo kun je hem hier nog zelf instellen hoe druk je het wil hebben op de server. Dus kun je add, hoppakee, wordt hij erbij gezet. Daarnaast kun je nog de inboxregels kun je over laten gaan. Ja, die zou ik dan ook wel, hoppakee, die wil ik ook graag. Nogmaals, het werkt allemaal met makkelijke schuifjes. Je ziet de totale kosten van alle licenties. Ik gaf het net allemaal aan, in het begin heb ik neergezet, ik wil Office 365 gebruik maken. En dat betekent dus via het advisory model. Dus dat betekent dat ik mijn creditcardgegevens moet invullen. Dat zou ik dan hier moeten doen. Ik ga akkoord met de voorwaarden. Ik kan nog een PO-nummer invoeren en uiteindelijk kan ik dan place order doen. Nogmaals, tot nu toe heb je nog helemaal niks, betaald. Dus zal ook nog geen factuur komen. Dit is allemaal nog gratis tot nu toe. Pas op het moment dat je Migrate Now gaat doen, pas dan komt hij bij ons in het systeem te staan. Ook dan betaal je nog niks. Maar dan gaan wij alvast wel bezig met het migreren van, op de achtergrond, nogmaals, niemand merkt er wat van, of het migreren, ik moet zeggen, het kopiëren van de serverinformatie naar die Office 365 tenant die je hebt ingegeven. Zodat we uiteindelijk met de cut-over date alleen maar de delta hoeven over te zetten. Dus dat is wat hier gebeurt, op het moment dat die delta anders overgezet, op het moment dat dat werkje cut-over date is geweest, dan pas ga je een factuur krijgen via Ingram. Zijn er zover vragen over de demonstratie wat betreft de migraties? Ja, ik heb wel wat vragen. Oké, okay. Ik hoop dat je kan beantwoorden. Ja, ik zag dat je bij die migratie, dat je per gebruiker die licenties kan toewijzen. Maar wat als je al in die nieuwe tenantenomgeving, die je dus al live hebt, als je daar al licenties in hebt hangen? Hoef je ze dan niet aan te schaffen via Skype? Nee, klopt. Absoluut waar. Ik raad ook altijd resellers aan om van tevoren al een Office 365, om daar bijvoorbeeld al een gedeelte aan te maken. Dat kan, om die Office 365 tenant aan te maken, zodat je dan ook gebruik kan maken van het open model of het CSP-model. Want dat was ik gemaakt nu gebruik van het advisory model, omdat dat wat sneller gaat voor de demonstratie. Maar ik raad absoluut aan om die tenant van tevoren aan te maken en hem op die manier mee te werk te gaan. Oké. En die Outlook assistent, die is noodzakelijk en werkt die ook met meerdere mailboxen? Als iemand, stel je voor, iemand heeft vier mailaccounts in zijn Outlook staan? Ja. Ja, okay. Ja, het antwoord daarop is ja. Ik denk dus de SCOA wordt gezien als echt een heel groot voordeel voor heel veel partners, omdat, nou ja, nogmaals, alles is volledig geautomatiseerd. Je kunt het makkelijk track en tracen. En het is absoluut waar dat op het moment dat je vier inbox hebt, dan kan dat allemaal. Ja. Oké. En die Outlook assistent, die heb je ook nodig als je van Office 365 naar Office 365 gaat? Goeie vraag, hele goede vraag. Dat omdat je dan al in principe het profiel al in hebt gesteld in Outlook, zeg maar. Het is niet anders van Exchange naar Office 365. Klopt. Ja, klopt. Je zou zeggen, die heb je dan niet nodig als je dezelfde credentials alles hetzelfde houdt. DNS is natuurlijk wel iets anders. Klopt, DNS zul je altijd, dat zul je altijd moeten aanpassen. Maar wat ik doe, ik noteer jouw vraag. Okay. En daar kom ik dan op terug. Ik zie alleen niet je naam. Dus Valentijn. Valentijn, ja, duidelijk. Zaken als DNS worden ook automatisch weer gemigreerd in die nieuwe omgeving, of moet dat handmatig ingesteld worden? Sorry, nog één keer je vraag, Valentijn. Zaken zoals DNS, moeten die opnieuw ingesteld worden in de nieuwe omgeving, of worden die ook automatisch gemigreerd, zeg maar, van Office 365 naar Office 365? Ja, maar dat is dus, dat kun je aangeven op het einde. Hè? Okay. Wil je dat volledig geautomatiseerd doen, handmatig of gedeeld geautomatiseerd. Okay, dus dat is net wat je ja. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Daarnaast, Fouten, kan ik ook echt aanraden. Stel voor dat je zegt, van, nou, ik wil Skype hiervoor gaan gebruiken. En je gaat ermee aan de slag om dan ook echt onze technical support even te bellen. Om te vragen, dit is echt mijn specifieke case. Zo wil ik het gaan doen. Kan dit allemaal precies op deze manier? Ja, is goed. Want namelijk de ene Office 365 case, niet de andere. Dus vandaar dat, dat ik dit aanraad. Oké, duidelijk. Ja? Oké.
Prima. Ik heb je vraag genoteerd, Valentijn, en ik kom daar na die tijd op terug. Helemaal goed. Nou, ik zie dat we nog een paar minuutjes hebben. Dan wil ik toch even laten zien hoe Cloud Backup werkt. Dat is eigenlijk, dit is echt een no-brainer. Het is echt heel erg makkelijk. Ja, je ziet hier ook eigenlijk je overzicht weer van nummer 1, wat je per maand gebruikt in Exchange. En als je hebt de OneDrive, hoeveel gigabyte dat, hoe groot dat allemaal is. Daaronder zie je de pending projecten. En wat zijn pending projecten? De pending projecten zijn de projecten die je aan hebt gemaakt in je migratiegebeuren. Die komen hier dan te staan. Dus die kun je dan vervolgens ook zeggen van nou, ik wil die toch wel backuppen. Die staan dan hier. Nou, dan hebben we als laatste nog de subscriptions die je op dit moment hebt. Dus die je hebt aangemaakt, dus je klanten. En zie je precies zeg maar hoeveel dat er zijn. Je kunt erop klikken om meer informatie daarvan vandaan te halen. Komen we zo even snel op terug. Op dit moment wil ik dus heb ik een nieuwe klant. Ik wil daar dus een backup voor aan gaan maken. Dan heet onze testaccount in dit geval. Oké. Ik wil een nieuwe, sorry, ik ga te snel. Ik wil een nieuw backup project aanmaken voor mijn klant Yakima. Zo heet onze testaccount. Dan zie ik hier als allereerste, wat wil ik gaan backuppen? Wil ik Exchange gaan backuppen of SharePoint en OneDrive? Nou, ik zeg, ik wil ze allebei doen, dus ik klik ze alle twee aan. Dan vervolgens kan ik hier weer de customer name invullen. Nou, ik gaf net al aan, dat is dan Yakima. Cloud Backup, dat maakt niet zo veel uit. En het wachtwoord. En die valideer ik. Yes, nou, die is helemaal goedgekeurd, geweldig. Vervolgens, had ik al eerder aangehaald dat ik tijdens de presentatie kan ik kiezen van wil ik dat opslaan in mijn SkyKick Azure Storage, of de SkyKick Azure Storage. Of wil ik dat doen op mijn eigen storage account? Nou, dat kan ik hier gewoon mijn naam en mijn wachtwoord ingeven. En dan zal die daar worden opgeslagen. Kies ik nou voor SkyKick Azure, dan kan ik ook kiezen van, ik wil het alleen in Europa hebben, bijvoorbeeld. Dus daar is Europa. Dat doe ik op dit moment. Nou, nu is het een grote verschil. Is namelijk dat bij SkyKick Azure Storage, je betaalt €1,80... voor alles, dus je hebt dan ook geen data storage kosten meer, dus je bent gewoon €1,80 betaal je per maand. En that's it. Nu is het wel zo, op het moment dat je eigen Azure storage gaat gebruiken, betaal je ook die €1,80, maar betaal je natuurlijk ook je eigen data storage. Nu weten we allemaal dat data storage in Azure niet heel duur is. Je betaalt geloof ik 0,002 cent per zoveel gigabyte, geloof ik. En het zal alleen maar goedkoper worden, dus dan zullen de kosten niet in gaan zitten. Maar goed, het is wel even belangrijk om dit mee te nemen. Dus voor SkyKick Azure is het allemaal gratis en bij, je eigen storage betaal je wel je eigen data. Nou, vervolgens dan ga ik naar Customize Setup. Nou, je ziet ook hier eigenlijk wat hij nou aan het doen is. Hè? Dus welke mailboxen hangen daar aan? Public folder, shared mailbox. Eigenlijk hetzelfde trucje als wat we ook deden bij de migraties. Nou, welke SharePoint sites zitten er ook aan dit account gekoppeld en welke OneDrive for Business accounts? Hier zien we eigenlijk de drie stapjes die we moeten doen, maar eigenlijk zijn het er maar twee. Dat is Exchange instellen en SharePoint en OneDrive. Dat gaat heel erg makkelijk. Auto-enabled backup. Welke? Stel ik voor dat ik op deze dat Yakima op een gegeven moment nieuwe werknemers krijg, wil ik die automatische backup hebben? Ja, dat wil ik. Wil ik de backup retentieperiode oneindig hebben? Ja, dat wil ik ook. Of heb ik misschien een overheidsinstantie die zegt, na 7 jaar moet die eraf? Oké, prima, zet ik de 7 jaar neer. Ik kan dus ook oneindig doen. Dan is hier de grote vraag, welke mailboxen wil ik gaan backuppen? Allemaal? Ja, dat wil ik. Zo niet, kun je ze heel makkelijk door middel van een schuifje aan- en uitzetten. Hetzelfde geldt voor de public folders, de shared mailboxes, allemaal hetzelfde. Schuifje aan of uit. Shared resources, denk dan bijvoorbeeld aan printers. Je ziet hier links onderin nog alle user, of tenminste alle onderwerpen die ik allemaal wil backuppen. Ik ga naar next step. En ik heb mijn Exchange ingesteld. Hetzelfde doe ik, exact hetzelfde voor mijn SharePoint en OneDrive. Ja, nou, die wil ik wel allemaal oneindig hebben. Je ziet hier ook welke wel en welke niet. Nogmaals, het is hier goed om te benadrukken die €1,80 per maand ook voor SharePoint. Die betaal je dus niet per SharePoint site, maar die betaal je voor elke gebruiker die toegang heeft tot SharePoint.
Dan kan ik hier vervolgens nog OneDrive kan ik aan of uitzetten. Nou, ik zie hier weer mijn totaal. Gaan we naar volgende. Ik kom bij de samenvatting. Ik zie hier precies wat je wel en wat je niet hebt gebackupt en voor hoe lang, et cetera. Dat Accelerate bundel gebruiken. Ik kan de voorwaarden aanklikken en ik kan de place order doen. Dat is hoe backup werkt. Heel erg makkelijk om het dus in te stellen. Stel voor, ik heb Yakima, die draait lekker, gaat helemaal goed en na een paar maanden word ik gebeld. En er wordt gezegd, beste Bram, heel vervelend, maar we zijn iets kwijt. Kun je dat terugzetten? Nou, prima, perfect. Dan kan ik hier dus in mijn beginscherm, dat is gewoon bij Cloud Backup en dan Manager, ga ik naar mijn betreffende klant toe, in dit geval Yakima, druk daarop. Je kunt het zelfs zo instellen dat ook Yakima dit zelf kan doen. Kan ook heel erg makkelijk. Dus zo voordat je een klant hebt die dat graag zelf wil, dan is dat mogelijk. Dan zie ik hier Exchange wat ik allemaal heb ingesteld. Ik zie hier wat ik SharePoint allemaal heb ingesteld. Maar we zullen nog even goed is om te benadrukken. We maken tot 6 keer een backup per dag. Dus 1 keer in de 4 uur gemiddeld. Als ik bijvoorbeeld zeg, nou, ik wil een mailtje terugzetten, dan ga ik naar Exchange. Ik zeg hier bijvoorbeeld, nou, ik wil van Buck Rogers wil ik alles terugzetten. Dan kan dat, is geen enkel probleem, dan hoef ik alleen maar op te drukken. Wil ik enkel maar één mailtje terug hebben van Buck, dan kan ik hier nog zelfs in al zijn folders kijken die hij in zijn inbox heeft. Ik kan hier in Buck Rogers iets met dinner bijvoorbeeld zoeken, zo voordat het gaat over een mailtje wat dinner betreft. Buck die niet heeft, nou, zo voordat die een mailtje heeft. Okay, dan ga ik heel veel naar een andere gebruiker, waarvan ik weet dat die wel een mailtje is. Naar Earl. Dat Earl wel een mailtje heeft waar iets met dinner, die pochtelijk is kwijtgeraakt. Dan zie ik hier alle mailtjes met dinner this week die onze Earl heeft verstuurd of heeft gekregen. En die kan ik dan vervolgens door middel van een heel simpel klikje kan ik die restoren. Nou, dat is eigenlijk hoe het werkt. Bij SharePoint exact hetzelfde. Ik kan erop drukken. En ik kan precies zien wat daarin staat, wat daarin stond. Nou, deze is dan bijvoorbeeld leeg, deze site. Maar op die manier kan ik alles restoren. OneDrive for Business, exact hetzelfde. Je kunt erop zoeken wat je wil. En je hebt uiteindelijk nog je settings waar je dingen kunt aanpassen. Dat is even heel simpel hoe onze backup werkt. Dus ook door één klik met Search and Restore. Dat is het. Zover vragen over onze backup. Oké. Dan wil ik het hierbij laten. Dan wil ik jullie hartelijk danken voor, nog eens voor jullie tijd en aandacht. Ik zal deze presentatie doorsturen. Die krijgen jullie via Nina van Ingram binnen. En nogmaals dank voor jullie tijd. Mochten er vragen zijn, mijn gegevens staan ook in de presentatie. Dus dan hoor ik jullie graag.